Gamen is geen passieve bezigheid. Als gamer moet je keuzes maken, strategieën bepalen, acties ondernemen. Gamen is echt actief bezig zijn. En dat zal vanavond niet anders zijn, beste publiek. Veeg uw zweethandjes maar alles af, want het is nu aan u. Twee toeschouwers zullen het hier live tegen elkaar opnemen op een computerconsole hier op het podium. Er zijn namelijk level-up kaartjes verborgen onder twee stoelen hier in het publiek. Dus u mag eventjes kijken en dan weten we snel of u de gelukkige bent. Het zal wat spanning, ik zie nog geen regret. Enkele mensen zijn opgelucht, maar waar zitten de enthousiastelingen? Ja, daar zie ik al iemand, oké. En ook daar achteraan, goed, ja. Kom er eventjes bij. Hallo, goedenavond. Goedenavond, met wie heb ik hier te maken en hoe heet u? Mathieu. Mathieu, welkom Mathieu. En u bent? David. David, Mathieu en David. Ja, ik weet niet, we gaan straks live gamen. Ben je vertrouwd met het gamen? Een beetje. Jammer genoeg is het heel tijdrovend. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Toch een beetje ervaring. En jij, Mathieu? Ja, toch wel redelijk actief. Ik kom hier net van een landparty waar je net gegamed hebt. Oké, dat belooft spannend te worden. Wel, dames en heren, welk spel gaan we spelen? Misschien ook een belangrijke vergeten. We gaan Unreal Tournament spelen. Enkele mensen kennen het blijkbaar. Ben jij vertrouwd met de Unreal Tournament? Heel lang geleden. Is gespeeld. Oh, oké, ja, dat is ervaring. En u? Ik heb het van het weekend nog niet gespeeld. Oké, voor de mensen die Unreal Tournament niet kennen, het is eigenlijk best te vergelijken met paintball, maar dan op de computer. Het is het doel van het spel is om de vlag van de ander te bemachtigen en je eigen veld te verdedigen. Oké, goed, laten we eraan beginnen. Jullie mogen plaatsnemen aan de computers. David en Mathieu. Spannend. Goed, oké, en technisch zijn we nog klaar, Jo? Technisch is dat prachtig, oké. Goed, zijn jullie klaar? Intussen gaan ze zich eventjes installeren. Vingers aan de knoppen, goed idee. Oké, jongens, zijn jullie klaar? Ja. Let the game begin. Goed. Ja. Het Unreal Tournament wordt nu opgestart, dames en heren, zoals u ziet. We zien nu het intro van het spel. Dames en heren. De maatjes.
dames en heren. Gelukkig proficiat, ik zal u ook aanspreken met uw nickname vanaf nu. Proficiat, u wint een ferme zoen van onze prinses Peach. Onze prinses Anne-Marie-Bos. Haar verliezer krijgt ook iets, hè. Een applaus, hè, voor deze.